Hallo, we hebben laatst al vissen getekend. Maar vandaag is de internationale dag van de walvishaai. Ja, dat is een grote vis. Hoe ziet die er nou uit? Laten we eens een walvishaai gaan tekenen. Doe je mee? Ja, walvishaai. Hoe gaan we dat nou tekenen? Het is een van de grootste haaien ter wereld. Volgens mij ongevaarlijk. Maar hij heeft in ieder geval een hele grote bek. Een hele brede bek. Zoiets. Ik weet eigenlijk niet of daar echt grote tanden in zitten. Volgens mij dat zelfs niet. Dan heeft hij kleine oogjes. Zo. Zo. En ja. Het is in ieder geval een hele grote kop heeft hij. Hier ergens zo'n vin zo, zo'n ja, toch wel echte haaienvin. En hier heeft hij ook een vin zo. Zo'n beetje een grote staart, dat wel. En hier een vinnetje. En hier een vin en nog een vin. En dan hier ook nog een grote vin, zo. En hij is nog wat lijnen zo lopen over de kop. En hij heeft stippeltjes. Daar is hij ook wel aan te herkennen dat hij gestippeld is, de reuzenhaai. Of de walvishaai. Ik zeg de reuzenhaai, het is een walvishaai. Ja, dit zou hem zo ongeveer moeten zijn. Nog stippeltjes op zijn vinnen. Zo, en ook, ja, eigenlijk over heel zijn lijf is die gestippeld. Van voren wat meer dan van achter, maar grijs met witte stippen. Wel wat schaduw doen. Zo. Nou, probeer zelf ook eens een haai te tekenen en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Nog wat zeewierplanten. Misschien ook nog wat belletjes zo. Goed. Een walvishaai. Ik zie jullie morgen. Tot morgen.